Je ruikt het al als je buiten staat. Hoeveel minuten waren het? Ja, nog één. Een beetje even. Inderdaad, bitterballen. Hollandser kan bijna niet. In het clubhuis van de Nederlandse vereniging Athene komen Nederlanders bij elkaar voor een borrel. Even die rotcrisis vergeten. Ik wilde net eigenlijk met iemand over beginnen, over de toekomst. En toen had ik gezien, nou ik ben nou even hier, laat me even er niet over praten. Omdat iedereen wordt er depressief van. Ik ben in 1965 hier gekomen. Nou, ik heb nooit zoiets meegemaakt van hier, dat die mensen op straat moeten leven. Ook Margot durft soms zelfs haar brievenbus niet te openen. Omdat ik bang ben voor wat erin zit. Zo'n 50 leden hebben Griekenland inmiddels verlaten. Persoonlijk ken ik een vriendin, die is nu op weg naar Nederland toe, met 3 kleine kinderen. Anderen blijven. Overleven door de gedachten te verzetten. Dan ga ik even op mijn balkon zitten genieten van mijn uitzicht op de Egeïsche Zee en de prachtige zonsondergangen die we hier hebben. En dan zeg ik, ja, daar doe ik het voor. Marijn Doggevaart, hier nieuws, Athene. Zit erin hoor. Ja. En ze komen er ook uit, denk ik. Het weer...